Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Vandaag hebben we weer een leuke app voor jullie. En dit is weer een app van Babybus, die we inmiddels al wel hebben gezien. En welke app is het vandaag? Het is Heavy Machines, dus bouwmachines, zoiets of zware machines. Je ziet ook Babypanda. En ja, dit gaat dus over allemaal bouwmachines die je gebruikt op de bouwplaats. Hier heb je dus bijvoorbeeld zo'n graafmachine. En hier heb je er eentje die kan schuiven. En ook een kraan. En dan heb je ook deze nog, de dump truck. Dat is dus een vrachtwagen. We moeten hem eerst nog in elkaar zetten. Kijk, de wielen ontbreken ook nog. Hopelijk kunnen we er ook mee rijden. Ja, ik denk het wel. Oh kijk, we hebben ook een doel. We moeten dingen verzamelen en op de een of andere manier in de vrachtwagen zien te krijgen. Eens even kijken hoe dit werkt. Nou ja, maakt niet uit. Ik rij wel gewoon. Dan moet je nog uitkijken dat de stenen er niet uitvallen. Het is natuurlijk eerder een spel voor kleine kinderen. Misschien is dat wel leuk voor kinderen die van dit soort machines houden. Oh jee. Die steen moet echt even blijven liggen. Ja, steen er weer in. En dan kunnen we weer verder. Ik heb geen idee waar we naartoe gaan. Misschien wel naar een stad of zo. Nee! Daar ging de steen weer. Het is wel een beetje oncontroleerbaar. Yes. Goed, we zijn er. Daar waar we moeten zijn. En nu kunnen we alles uitladen. Mooi. Oh, kijk nou. En ineens staat er een huis. Dat ging wel heel makkelijk. Je laat wat stenen uit en dan bouwen ze er een huis van. Dan gaan we verder rijden. Maar we gaan eens even terug, want ik wil wat anders proberen. Deze, de graafmachine. Dat lijkt me wel leuk. Ook dit moet je nog in elkaar zetten. De graafarm, die moet je ook nog even in elkaar zetten. Dus even kijken wat je kunt opgraven überhaupt. Hier nog niks. Ik denk dat we nog eventjes moeten rijden naar de bouwplaats. Ah, en kijk, hier ligt een hoopje zand. Maar dat doe ik toch. Nog een keertje proberen. Excavator. Dit werkt niet echt. We gaan gewoon van voren af aan beginnen. Excavator. Ik was bij het hoopje zand, maar op de een of andere manier werkte het niet helemaal. Ah, kijk. Volgens mij hebben we nog wat anders nodig. Eerst moeten we gaan boren. Ja, dit gaat de goede kant op. Oké, je kunt dus ook die dingetjes wisselen. Dus je kunt dingen graven, maar je kunt ook boren. Hier hebben we wat. Hier hebben we iets anders voor nodig. Een soort grijparm. Ja, nou heb ik hem. En dan komt de vrachtwagen daar aanrijden.
die kan het meenemen. Goed, dan kunnen wij weer verder rijden naar het volgende obstakel. Nu zijn we hier bij het hoopje zand en dat moeten we natuurlijk opgraven. En nu werkt het. Oké, nou, ik geloof dat er net gewoon wat verkeerd ging. En de vrachtwagen die komt er ook alweer aan om te helpen. Oké, dat is gelukt. Misschien gaan we nog maar één dingetje proberen, deze kraan. Dat lijkt me ook wel leuk. Zo, eerst moet je dus een soort van puzzeltje oplossen. Dat is al erg leuk om mee te beginnen. Ah, en hier zien we een boom. Oh, we moesten hem zelfs gaan planten. Dan het volgende. Hier ligt een afgebrande machine. Kijk. Die komen hem ophalen. Oké, dan gaan we nog even verder rijden. Klein stukje verder. Goed, dat is allemaal gelukt. Misschien nog even iets als allerlaatste. De frontloader. Gewoon om eventjes een compleet beeld te schetsen van dit spel. Oké, we hebben dit blijkbaar nodig. Om het plat te walsen. En in de grond te duwen. En dit kun je dan schuiven en optillen juist. Nou, dat was het dan. Hier komt de vrachtwagen weer aan. Dit was Baby Bus Heavy Machines. Wat vonden jullie van dit spel? Ik vond het wel leuk om samen met Panda op de bouwplaats te zijn. Als je het leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. Abonneer je op het kanaal. En ja, dan zien we elkaar de volgende keer weer. Doei!